Een cabrio is echt een auto die is gemaakt voor plezier, voor rijplezier. En waarom zien we dan niet meer rode cabrio's of blauwe cabrio's? Het zijn altijd van die saaie kleuren. En kijk nou naar deze beauty. Hij staat hier in het rood. Het ziet er geweldig uit. Het is de facelift 6-serie. En ook als je rondrijdt, mensen kijken ernaar. Mensen vinden het mooi, mensen vinden het leuk, bijzonder. En ja, zou dat ook wel zo zijn als je in een zwarte rond zou rijden? Ik denk het eigenlijk niet. De 6-serie heeft een lichte opfrisbeurt gehad. En dat is te zien aan de buitenkant door een nieuwe set bumpers voor en achter. De onderkant van de voorbumper is wat anders en de achterbumper is nieuw. Aan de achterkant hebben we nieuwe uitlaten. Die zijn 10 mm groter dan de vorige. Nu zijn ze 90 mm in diameter. We hebben nieuwe koplampunits met iets agressievere ledjes. Het ziet er allemaal erg strak uit. Aan de binnenkant hebben we een update van het interieur met het nieuwe grote scherm en de nieuwe digitale tellers. Ziet er ook allemaal super uit, maar vooral die uitlaat is echt een groot verschil en erg lekker. Er zitten elektrische kleppen in. Ik rijd nu in comfort, zet ik hem even één tikje omhoog in sport. En dan heeft hij echt een lekker geluid. Een prutteltje, een plopje. Wat vooral opvallend is, is dat je nog steeds het motorgeluid heel lekker hoort. Dus je hebt dat zescilinder geluid aan de voorkant. En dat een beetje schel of hees. Nou, het is wel echt lekker. Die zescilinder voorin is een 3 liter 6 in lijn met een twin power turbo. Hij levert in deze auto 320 pk. En ja, dat is wel lekker. Het is een lekker vermogen. Het is niet ontzettend snel. Het is natuurlijk ook de instapper. Maar het is wel echt voldoende. Het is genoeg om lekker te cruisen en om een beetje een keer terug te schakelen. En iemand in te halen als het nodig is. Maar ja, het is wel echt een goed vermogen. Waar deze auto natuurlijk vooral om draait, is die ruimte boven je hoofd. Het is erg lekker om met dat uitlaatgeluid en die kap open een beetje zo te cruisen met het zonnetje. Hij is heel erg comfortabel. Het is echt een ultieme boulevardcruiser. Hij is zo ontzettend mooi. Ik vind hem echt beeldschoon. Zeker in die kleur, met dat M-pakket, mooie velgen erbij. Ja, het maakt het plaatje helemaal af. En wat ook zeker voor deze 6-serie spreekt, is dat hij met de kap dicht ook heel erg mooi is. Hij is elegant, hij heeft echt nog een mooie daklijn met twee van die vinnen aan de achterkant. Ja, en dat zie je niet zo heel vaak, dat een auto zo mooi is met zijn kap dicht. Om maar niet te spreken over auto's met een hardtop, want dat ziet er vaak al helemaal niet uit. En als je dan met de kap dicht rijdt, dan heb je dat achterste raampje wat je open kan zetten. Waardoor je toch nog een beetje dat open gevoel hebt en die uitlaat hoort zonder dat je last hebt van het windgeluid. De 640i is te koop vanaf 102.500 euro. Dan heb je de standaard uitvoering. Het autotopadvies van deze keer luidt: ga voor die leuke kleur. Neem eens een keer zo'n rode, neem eens een keer een blauwe of een groene. Je ziet wat het met die auto doet. Het maakt hem ineens zoveel meer bijzonder en sympathiek en mooi en elegant. En dat is toch ook wat waard.